Pinterest is een sociaal medium waar we eigenlijk op een visuele manier onze favoriete websites kunnen bijhouden. Een beetje volgens onze interesses en dergelijke meer. Dat doe je, hè, je logt in. Zodra je ingelogd bent, moet je borden maken. Je borden zijn eigenlijk je verzamelingen volgens je interesses. En dan kan je dingen gaan toevoegen. Gaan pinnen. Nu, om te pinnen, ga je best een browserknop installeren. Zodanig dat je kunt pinnen. Nee, dus zodra dat die browserbutton, je kan dat met verschillende browsers doen, staat hier tussen. En dan betekent dat bijvoorbeeld, ik ga nu eventjes naar mediawijs.be bijvoorbeeld surfen. Want ik ben bezig rond mediawijsheid, ik wil een aantal dingen pinnen. En zodra ik op een website ben, het is wel noodzakelijk dat de website ergens afbeelding heeft, kan ik een afbeelding kiezen. Ik klik op pin it. Dan wordt er een link gemaakt met mijn Pinterest. Ik kies ervoor om die te bekijken op mijn groep mediawijsheid. Naast mediawijsheid wil ik ook dingen over boeken volgen. Ja, ik heb hier library thing, ik wil dat onthouden. Ik kan hier mijn informatie aanpassen. Voilà, pin it. Ik ga opnieuw contact maken met mijn Pinterest. Ik kies ervoor om het te bewaren in fictie volwassenen. Voilà. En zo op die manier kun je op websites, als je iets tegenkomt, die snel toevoegen aan je Pinterest. Dat is één manier om te gaan pinnen. Nu, je kan ook binnen Pinterest zelf gaan zoeken. En het leuke is dat je snel bij mensen terechtkomt die gelijkaardige interesses of noden hebben. Stel nu voor, ik wil rond mediawijsheid. Ik ga zoeken naar media literacy. Omdat het toch een Engels medium is. En dan vind ik allemaal dingen die verband houden met media literacy. Maar dan zie je bijvoorbeeld, ik ga even in deze. Oh nee, deze niet. Ik ga even naar die vrouw. En die heeft een map met allemaal dingen rond media literacy. Dus snel ga je van andere mensen dingen gaan overpakken. Ja, ik ben geïnteresseerd hier in het maken van een eenvoudige greenscreen. Ik vind dat wel tof. Ik klik op pin it. Ik klik mediawijsheid aan. En voilà, het wordt toegevoegd. Dus eigenlijk kun je op een heel leuke manier gaan zoeken. Je kan ook in onderwerpen gaan zoeken. Stel, ik ben wel geïnteresseerd in onderwijs. Dan kan je nog dieper zoeken. Bijvoorbeeld vreemde talen. En dan kan je nog verder definiëren als je wil. En op die manier kan je ook ruimere onderwerpen volgen. En dat is wel heel ruim. Ik doe dat liever niet. Ik volg liever heel specifiek. Stel voor, ik wil mijn bibliotheek voorzien van nieuwe meubels. Dan zou ik bijvoorbeeld library furniture IDs kunnen pakken. Kan ik zelfs hier nog verder. Ik krijg nog suggesties van andere trefwoorden. Stel dat ik heel specifiek op zoek ben naar shelves, dat is naar boeken, kasten, dat kan ik ook nog toevoegen. En ik krijg allemaal ideeën. Ja, dus ik kan op een heel snelle manier je ideeën opslaan. Standaard staan uw borden publiek, maar je kan ook borden toevoegen die verborgen zijn. Dus je hoeft niet alles publiek te maken. Overigens, voor bibliotheken, wat handig is, is dat je Pinterest ook kan gebruiken om je aanwinstenlijst kenbaar te maken. Wij doen dat bijvoorbeeld. Hebben wij van onze bibliotheek pinnen wij de nieuwe covers. Wij hebben geen applicatie om dat in onze catalogus te doen. En wij doen dat dan gewoon rechtstreeks via Pinterest. En
Ja, onze borden komen een beetje overeen met onze opleidingen. En dan kunnen onze docenten gewoon het bord volgen dat ze willen. Ja, want dat is dan ook, stel dat ik een bepaalde bibliotheek of een instelling volg en ik wil heel specifiek iets van hen. Ik zeg maar iets, onderwijs en opvoeding vind ik wel interessant. Dan klik ik hier gewoon op volgen en dan gaat dat, als ik in mijn startbalk kom, ga ik van alles, van iedereen die ik volg, ga ik de pins zien. Dus ook dat is een manier eigenlijk om Pinterest te gaan gebruiken.